Vandaag. Terreurdreiging in Hartjehorst. Bom in het winkelcentrum. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van programma Focus. Een uur geleden is in het winkelcentrum van Horst een verdachte rugzak gevonden. Men vreest voor een bomaanslag. De politie heeft 4 verdachten op het oog die in de buurt van de rugzak zijn gezien. Beelden van beveiligingscamera's zijn vrijgegeven waarop de verdachten in Horst zichtbaar zijn. In Hartjehorst is een zwarte rugzak gevonden. Zeer waarschijnlijk hebben de personen op deze beelden er iets mee te maken. Heeft u één van deze verdachten gezien of herkent u één van deze 4 personen? Neem dan contact op met de politie of met Omroep Rijndonk. Het betreft 2 jonge mannen, een jonge vrouw en een bejaarde. Ze kunnen gewapend zijn en extreem gevaarlijk. De explosieve opruimingsdienst is inmiddels druk bezig naar onderzoek van de rugzak. Er blijkt wel degelijk explosief materiaal in de rugzak te zitten. Mevrouw, mag ik u een paar vragen stellen? Rellen? Zijn er rellen uitgebroken? Ja, en daarom wordt u gezocht. Wat ik heb gekocht, dat ziet u toch? Worteltjes, mandarijntjes en appels. Maar dan moet ik gaan, want onze Frederik staat op mij te wachten. Hoi, wat? Deze beelden zijn zeer recent opgenomen. De verdachten bevinden zich waarschijnlijk nog steeds in het winkelcentrum. Onze verslaggever ter plaatse vroeg voorbijgangers of ze iets gemerkt hebben. Meneer, heeft u iets gehoord van een aanslag hier in Horst? In Horst? Een aanslag? Nee, mijn hond. Diefstalaanslag. Wilt u misschien even zien? Nee, ik heb het over een terroristische aanslag hier in het winkelcentrum. Nee, dat zal mijn hond nooit doen. Daar heeft hij me al echt geen last van. Ik heb een hele lieve hond. Dag meneer. Mevrouw, meneer, mag ik u iets vragen? Heeft u toevallig een verdachte rugzak gezien hier in Horst? Nee. Niet gezien? Mevrouw, u ook niet? Nee. Niks gezien? Mevrouw, mag ik u iets vragen? Heeft u toevallig een verdachte rugzak gezien hier in Horst? Agent, heb ik die ergens gezien. Oh, u heeft hem dus gezien? Zag ik er eentje. Nou, u ziet wel, er is toch een verdachte rugzak gevonden, dus het gaat waarschijnlijk toch om een aanslag hier in het winkelcentrum. Tot zover het bericht over de terreurdreiging in Horst. Wij hopen in ons volgend nieuwsbulletin meer te melden. Een ogenblik, ik krijg net door dat de verdachten op dit moment worden opgepakt. We schakelen live over naar winkelcentrum in Horst. Het is ongekend wat hier in Horst is gebeurd. Wie had gedacht dat dit prachtige plaatsje zo opgeschrikt zou worden door een terreuraanslag?
Ik denk dat we aan een verschrikkelijk drama zijn ontsnapt. Terug naar de studio. Dit was Focus. Bedankt voor het kijken.